Vorig jaar is er wel 65.000 euro voor betaald en het jaar daarvoor wel 90.000 euro. Jij denkt misschien waarvoor? Ik heb het over het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. Dat zijn haringen. En de veiling van dit vaatje vindt elk jaar plaats in Scheveningen. En daarna zijn de haringen door het hele land verkrijgbaar. De veiling is in volle gang. Iedereen is heel druk aan het bieden. Daar. Duizend. Dankjewel. Hartelijk dank. Want iedereen wil natuurlijk wel dit vaartje hebben. Ik ben benieuwd hoeveel we hier voor gaan brengen. Haring is echt oer en oer Hollands. Al sinds de middeleeuwen vissen de Nederlanders op haring. Vroeger maakten de vrouwen de visnetten en de mannen gingen op zee. En zelfs jongetjes van 10 jaar gingen vroeger al mee op zo'n schip. Onze haring komt vooral uit de Noordzee, want daar leven ze namelijk met honderdduizenden in scholen tegelijk. Nou, in juni zijn ze in de buurt van Noorwegen en Denemarken. Daar worden ze vervolgens gevangen en in grote tanks met zeewater gestopt. En eenmaal aan wal worden ze dan gezouten en ingevroren en in enorme tonnen naar ons land en andere landen gebracht. En daarna komen ze in viswinkels terecht, zoals hier. Nou, ik zal jou eerlijk vertellen, ik heb nog nooit in mijn leven 1 haring gegeten. Dus ik ben benieuwd hoe het smaakt. Dirk, hoe eten we de haring nou het liefst in Nederland? Nou, we maken hem eerst goed schoon. Ja? Dat alle graatjes eruit zijn. En dan de meeste mensen die eten hem gewoon lekker met een uitje. Maar waarom dat uitje erbij dan? Heel vroeger hadden we geen diepvries. En er werd de haring zwaarder gezouten. Daardoor zijn we de uitjes bij gaan doen. En een augurkje. En daardoor wordt hij wat minder zout. Maar hoe eet je hem dan? Pak je vork en mes? En... Nee, de haring eet je gewoon zo vanaf de staart. En dan hap je hem gewoon zo lekker weg. Oké, duidelijk. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe het smaakt. Nou, dan gaan we er toch eentje proeven. Ja, graag. Gewoon zo. Ja. Lekker. Heel lekker. Oké, dit is dus gewone gezouten haring, maar wat is dan Hollandse Nieuwe? Dat kan de keurmeester van de veiling mij vast wel vertellen. Hollandse Nieuwe is haring die op dit moment in juni gevangen wordt. En dan is hij helemaal lekker romig en is hij precies goed van smaak. En dan heeft hij het goede vetpercentage. Namelijk ongeveer 20-22% op dit moment. Ja. Ongeveer vanaf half september gaan we hem maatjesharing noemen. Dus als hij net gevangen is, is hij nog vers en is het Hollandse Nieuwe. En op het moment dat hij al een tijdje ingevroren is, is het maatjesharing. Precies. Dan gaan we naar 30.500. Dank u wel. Wie? Eenmaal allemaal. Daar achterin. De vraag is binnen, bijna 80.000 euro. Supergoed. Er zullen dus weer miljoenen haringen gegeten gaan worden dit jaar. Maar dat vaatje dat net gevuild is, dat is toch echt de allereerste haring van het jaar. Dat is misschien wel nieuw. Nou, ik lust wel. Lekker. Dank je.